aan. Ja, sorry, de lampjes gaan nu net aan. Ja, wat mooi, dank je. Dat is Arnoud. Zo, sorry. Even. We maken even een nieuw vliegplan. En dan krijgen we, even kijken. Die moeten we niet hebben, meteen een final approach met EA374. Dan krijgen we. Ja, dat kan. Ik was aan het kijken hier hoe dat punt heet in de in het dingen. Dat staat niet bij. Final approach, maar normaal die runway 21 Budel. Ja. Dat is ook een. Die staat in mijn. Wacht, dat is een beetje lastig. Ben dom. Ja, laat me even staan, doe ik het zo. Ik zet hem daar wel tussen. Dat is enter. Zo. Als je een final vliegt, dan is het even kijken. Go around. Dat is naar rechts. Ja, dat is wat anders. Nee, maar wat ik bedoel is, ik wil. Kijk, zo ga je door de zone van Eindhoven. Die loopt zo schuin. Dus ik heb nu Budip en dan hem meteen gezet. Dus we snijden dat hoekje af. Alleen moet je dan hier meteen een bocht draaien. Maar dat kunnen we zien als je final approach fix zit. Die 374. Maar je geeft in de. Wacht maar, in de ding ook nog een. Kijk, als ik dit doe. En ik zeg enter, dan zegt hij hier, als ik hier doorheen, die gooi ik het dak er wel door uit, dan zegt hij hier, Budip 374, dus final approach fix, runway 21M, die wil ik er dan in hebben, snap je? Dus dat moet ik, en dan pas Budel. Ja, nee, dat kan ik nou niet doen, dus ik moet nou weer, even kijken, eruit, dan vliegplan. Ja, die had je net deze. Ja, wat wil ik hier nou mee? Kom op. Zo. Wacht, dan doen we dat zo. Delete, clear. Ah. Delete. Kijk, dan wat zei ik net, runway 21M. Ja. Ik hoop dat hij dat kent. Dat wel niet hoor, denk ik. Hij is nou niet gelinkt aan... Nou, we zullen zien. Nee, klopt. Nou goed, houd het op. Dan gaan we terug. Wacht. Dan blijft hij gewoon zo staan, Budip 4274 en dan Budel. Niks aan te doen. Oké, even de checklist. Ja, loop ik even met je mee. Oil hebben we gecheckt, fuel hebben we gecheckt en gedrained. Circuit breakers zijn allemaal in. Gear switch is down. All rockers are in, except for the trim, dat is goed. Max switch. Is allemaal aan, dat is allemaal goed. Fuel gauges hebben we gecheckt. 34,4 gallon. Enantiator panel, dat werkt allemaal. Vacuum is goed. Pitot heat is ook goed. Master switch hebben we gedaan, heb ik al gedaan. Parking brake die staat. We hebben seatbelts on, doors are closed. Even kijken, altijd static sources in, dat is goed. Cabin heat heb ik al staan. Gear handle is down and latched. Fuel selector kunnen we even wisselen.
de volste tank. Gyro is slaved. ELT is armed. Startup hebben we gedaan. Even kijken, throttle is allemaal open. Fuel flow hebben we gecheckt, 3 is goed. Cow flaps die zijn half open. Flaps up. Dat is goed. En in de take-off, we hebben de motor gestart. Dit is allemaal in het groen. Hij is 28 volt en hij laadt, dus dat is goed. Dan zeggen we Radio Master hebben we aan. Budel, dit is Dutch Mill en dit is Eindhoven Tower, dat is Kleine Brogel. We kunnen de autopilot even checken. Je hebt het vluchtplan erin staan. Ik denk dat het 1011 is Q&H. Cabin niet hebben gezet. Lights kunnen we aandoen. Ignition lights en we doen de landing lights aan. En dan moeten we even kijken. Hij staat hier op 2-1. Nou, niet helemaal. 100, of 2-205. En hier 205. En hier 205, dat is goed. Oké. Ja. Dan doen we even kijken of het allemaal goed is. En dan hebben we de trim staat goed. Je hebt het warm genoeg? Ja, is goed zo. Dat even. Ja. Via de radio, November, goeie avond. November 226 Romeo Lima, radio check. November 226 Romeo Lima, Biddle, good evening, reading you 5, taxi out, holding point runway 21, the Biddle QNH 1012. Holding point 21 and QNH 1012, November 226 Romeo Lima. November 226 Romeo Lima, even voor alle duidelijkheid, het is 4 vaar nacht. Roger, dankjewel. Patrick Hotel, vliegende circuit. Ik vind dat echt het mooiste vliegtuig wat er is. Dan TBM. Heb jij een mooi vliegtuig, begrijp je? Nee, maar nee, begrijp ik. Dit vind ik echt wel... Het heeft mijn naam al, dat dus spreekt me ook aan. Ja. Zo'n mooie lijn in. Ja, maar ik kan toch zeggen dat het familie is, want het is ook TBM, de M's van Mooney, hè? Dus... Absoluut, absoluut. Ik denk wel dat ik dit jaar nog die GPS eruit ga gooien, want, want het punt is, ik heb nou weer geüpdate naar de goede database, maar dan is de software van de update is zo oud, dus het 109 zegt hij, dan moet je iets hebben wat ouder is als Windows 7, ja, en dat begint allemaal wel een beetje een probleem te worden. Dan moet ik weer een heel oude laptop gaan zoeken en daar dan het op gaan zetten, dus dat is allemaal niet optimaal, zeg maar. Exact. Zit er nog een restwaarde aan? Weet ik niet. Maar ik heb gezien die Garmin, ik wilde eerst die Everdyne hebben, die is wat groter, maar die Garmin, die is relatief goedkoop, iets van 5000 euro. Maar daar kun je ook van 4Flight, heb ik gezien, je plan downloaden. Dus, ik hoef eigenlijk, je vliegt hierop, hè. Dat je daar af en toe kijkt naar een waypoint, is goed genoeg. Ben ik met je eens, maar vorige keer was je erg over Everdyne. Maar dat was ik in Amerika, was iedereen daarover bezig. Ja. Maar die is weer bijna dubbel, hè, qua prijs. Touché. Piper vliegt voornamelijk met Everdyne. En ik heb natuurlijk zelf altijd met Garmin gevlogen. Ja. Ja, Garmin is gebouwd voor als een tank, vond ik altijd. Ik vond het ook niet user-friendly. Ja, die nieuwe wel. Daar heb ik, ik heb nou zo'n simulator bekeken. Ik ben eens een beetje gaan oriënteren. En... die was echt gewoon geweldig. En is het G? Dat is een 175. Kijk, want ik heb alles 835, dus dat heb ik allemaal niet nodig. Ik hoef ook geen ADS-B te hebben. Nog niet. Want dan doe ik gewoon deze transponder een keer wisselen. En dan heb ik ook alweer een ding gevonden die gewoon een drop-in replacement is. Ik heb een kleine gat, maar moeite man. 703 knots. Take off at own discretion. 3 knots. Nou, wij kunnen nog niet weg, ik moet even de motor checken doen, maar alles is wel al in het groen, dus dat is goed. Iemand achter ons? Nope, nobody. Camera loopt.
Even kijken, die kan iets naar voren, zo. Maar ja, zo'n toestel is ook alleen maar geschikt om zakelijk mee te vliegen, hè? Ja. Het is niet om even een rondje te vliegen boven het huis. Exact, dat gaat niet. Exact. November 226, Romeo Lima, lining up to one. De wind 1703 knots, take off at owner's question. Wind is copy, November Romeo Lima. Had je in Amerika ook vaak s'nachts gevlogen? Of, dat is een vast onderdeel van je CPO ook. Ja, ja. Minimaal zoveel uur. Ja. Hoeveel uur had je s'nachts? 20, 30. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, dat is ongeveer hetzelfde wat ik heb. Ja, ja. En natuurlijk met Upper Aviation veel s'nachts gevlogen. Ja. All in the green, airspeed alive. Kom je die Rob Bult aan. Flaps up. Ja, waar hij naartoe is, of is hij in het circuit? Hij trok heel snel omhoog, dus ik kan me niet voorstellen dat hij in het circuit zit, want dan trok hij te hoog. Kan je het nog zien? Nee, ik kan niet zien op ADS-B. Nee, klopt. Maar ik dat eigenlijk wel, als hij dat zou hebben, zou ik hem moeten zien. Landing lights aan laten staan? Ja, laat maar aan. Want wat je wel kunt doen is, we kunnen de taxilichten, of de taxilichten aan, en die zijn wat breder, dan ben je wat beter zichtbaar. Zo. Thuis goeiedag zeggen. Mooie rustige avond. Ja, en het grappige is dat ze dus een Vogel hadden ze heel slecht voorspeld. Met medium, mediocre VFR condities en lage bewolking. Terwijl Eindhoven een heel ander bericht had, ze heel vreemd. Nou, we zitten er net tussen nu. Maar ik gebruik meestal wel een kleine breugel, jij? Als, voor de... Ja, ook, maar kijk alle twee, kijk naar Eindhoven. Nee, oké, maar. Als ik dan eentje als waarheid moet... Ja, precies, precies. Ja, ja.
Kun je je huis vinden? Ja, dat doe je. Komt hij weer. Nou, jij zei vorige keer, dus vanaf hier is ongeveer koersje 909. Richting die windmolens. Daar klopt ongeveer. Ja, dat is iets meer naar links, maar het maakt niet uit. Ja, dit hier is Leverooi en daar is Heithuizen rechts en daarachter ligt Roggel. Ja. En als je dan zeg maar een rechte lijn vanuit Heithuizen hier naartoe pakt, dan zie je het daar volgens mij al liggen. Ja Robert, als ik het overdag al niet kan vinden, hè? Ik zal het aan jouw kant leggen, dat is daar. Zie je die drie dingen en dan meest naar deze kant toe volgens mij. Ja, dat is het. Kun je het zien of niet voor jou? Ja, nou ja, bijna niet, maar dat ging. Toch moet je het nou kunnen. Wacht, is het misschien net boven, hè? Net erboven, nou kan ik het goed zien. En ze zei, Mudel, als ik nou 5 uur heb, nu weer, ja. 's nachts, dan kan ik mijn instrument rating ook nog de night rating erop zetten. Oké. Okay. Dus dat gaan we dan doen, hè. Had je nog gelezen wat je door had gestuurd? Ja. Maar ik ben pas aan de beurt ergens september of zoiets. Oké. Okay. Ik mag toch hopen dat we dan er geen last meer van hebben. Want anders, dat alles wat meer normaler is. Exact. Doe jij nog steeds dinsdagavond vliegen met... Ja, alleen Gerard ligt nu even in het ziekenhuis. Oh. Vanwege zijn hart, maar ja, zoveel mogelijk eigenlijk samen met hem. Oké. Okay. Maar je merkt wel omdat je veel samen simulator vliegt. Ja. Ja, kom je wel in een bepaalde groove. En ja. We hebben eigenlijk de rond Schiphol, waar we eigenlijk van go-around naar blocked runway, naar divert toe, naar slecht weer, naar crosswind. En dat is lekker condens daar, dus je kan heel de tijd. Ja. En dan vliegen we weer terug naar Rotterdam. Ja. November 26, Romy Lima is 3 miles south of Budapest, 2000 feet. We'll proceed next to the final approach 6, runway 21 middle. Radio, Papa Hotel, Alpha Mike Charlie, radio check. Papa Hotel, Alpha Mike Charlie, Budel, giving you 5 text, your holding point runway 21, the Budel Kuhn Aegis 1012. 1012 and 21, Papa Mike Charlie.
En dan zie je het ook, en heb je 6 mijl nog voor te gaan. Als ik dan tegen die tijd terugpak en de wielen en zo uitdoe, dan gaat het helemaal goed. Dan vloog je dus hier over Asten heen en dan over de zomer. En dat is net binnen de CTR van de middenveel. Ja, dat is toch prima wat je ja. Mooi stabiel hoor. Ja. Nog 1 mijl of 1 minuut, dus ga nou langzaam pak ik nou het gas wat terug. Radio, Papa Hotel Charlie, Hotel Romeo, radio check. Papa Hotel Charlie, Hotel Romeo, Bruno, good evening. Radio 5, taxi out holding point runway 21. Bruno, QNH 1012. Taxi out 21, QNH 1012, Papa Hotel. Hier blijf ik mooi parallel vliegen naast de CTF en met de peel. Nou, perfect. Niemand heeft er dan last van. Iets gaan dalen. Je kunt de baan al zien liggen als je goed kijkt. We hebben altijd even die haven in ogen. Daarachter. Ja, ik zie het ook. Ja, dus als je, hier heb je wat een streetterrein, daarachter zie je dan weer wat licht en dan zie je links wat rood. En dat is waar de baan ligt. Ja. Nog 1,8 mijl tot final approach fix. Oké. Okay. Ja. Dan is dan de run, of dan is de heading 2-1. Of iets minder, 208, maar dat maakt niet uit. Wat natuurlijk, kun je before landing checklist? Ja, ik doe ook een sfeer, hè. Oké, naar Wiedel, ja, is goed. Dan zit je 6,3, dat is van 374 naar de runway. Ja. Kunnen we hier kijken naar de 5 en dan... ...2,1, zo. Nou, normaal gesproken zijn we... 5,8, ja. November 26, Romeo Lima, final approach fix, runway 21, full stop. Wielen zijn uit, ja. Dat is goed. En dan gaan we gewoon kijken naar 5, dat is, dat is een beetje te laag, de 1700 nog wat. Dus we moeten met mij een beetje hoger trimmen. Dan krijg je gums, dus gas is on the fullest, dat is goed. En de carriage is down. Mixer is, kunnen we iets bereiken?